It was a graveyard smash. They played the mash. Ik heb zoveel zin in deze video. Ik ga vandaag naar de TK Maxx. Over een paar dagen is het eindelijk september. Over 2 dagen zelfs. Nee, 3. Oh, ik ben er helemaal aan toe. Het is vandaag dus echt de perfecte dag om naar TK Maxx te gaan. Lekker bewolkt. Het is een beetje afgekoeld na die hittegolf. Al wordt het wel weer een beetje warm de komende week. Vandaag is het iets van 20 graden of zo. Dus echt perfect. Maar goed, vandaag ga ik dus naar TK Maxx. Ik heb er helemaal zin in en ik ga jullie vandaag meenemen naar de TK Maxx. Ik ben daar, ik denk 3 weken geleden nu geweest. En toen was er dus al Halloween en herfst en dit heb ik niet gefilmd. En toen heb ik allemaal dingen al gekocht. En ik dacht, ja, weet je, ik moet er weer heen. Mocht je de TK Maxx dus niet kennen, het is dus een vet grote winkelketen. En daarin verkoopt ze eigenlijk allemaal Amerikaanse en ja, voornamelijk eigenlijk Amerikaanse decoratie en kleding. Eigenlijk van alles. Maar ook spullen uit Engeland, United Kingdom. Het is echt geweldig. Ik moet zeggen, je moet wel naar de goede TK Maxx gaan. Nu ben ik namelijk al een paar keer ook naar die van Enschede geweest. Enschede. Nu ben ik dus een paar keer bij die van Enschede geweest. En die vind ik dus echt zo tegenvallen. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar die is dus nu, nou ja, recent geopend. Recent, volgens mij is het nu alweer een tijdje terug. Maar ik vind het echt een chaos en, nee, niet mijn favoriet. Maar mijn favoriet is die in Apeldoorn, echt. Goed, veel te lange intro. Ik ga lekker naar de TK Maxx. En doe even een duimpje omhoog als jij ook zoveel zin hebt in herfst en Halloween en... Oké, let's go. Ik ga jullie het assortiment op dit moment laten zien in de TK Maxx in Apeldoorn. Nou, ik ben eindelijk binnen. En eigenlijk kijk ik nooit bij de kleding, want ik ga altijd gelijk kijken bij... Of de beauty hier of boven de home afdeling. Maar mijn oog viel op deze en ik vind het best een leuk truitje. Geen idee hoe duur die alleen is. Staat er nergens. Verder kijken. Hier staan dus heel vaak beauty producten. En dan van bepaalde merken. Dus als je goed ertussen kijkt, vind je soms nog wel eens echt pareltjes. En dat vind ik altijd zo leuk om te doen. Hier zie ik iets van Art Deco. Een blush. Oeh, deze is mooi. The Beauty World. Hier een palet van Bourjois. Een blush palet. En normaal kost die 15 euro en nu dus 8. Blijf ik het zeggen, maar die zeepjes hier zijn echt zo lekker. Als je echt van die blokken zeep gebruikt, moet je hier een keer tussen kijken. Deze, dit is trouwens ook wel leuk als cadeautje, maar die ruikt zo lekker. Deze ruikt heel lekker. Pumpkin patch. Zeepblok. 5 euro. Echt super lekker. Hier nog allemaal sieraden. Ik moet zeggen dat dat nog best wel tegenvalt. Nu op dit moment. Deze vind ik wel echt prachtig. Met een vlinder. Nee, vaak vind ik bij de kleding het net niet, eigenlijk. Soms zit er wel een parel tussen hoor, maar...
Op dit moment zie ik niet heel veel wat mij aanspreekt. Deze vind ik wel leuk. Deze is van de Zara. Alleen is een maatje 32. Dus dat ga ik niet passen. Maar dit is zo'n zebrabroek. Die is wel echt heel leuk. Het is ook maar 10 euro. Maar helaas, te klein voor mij. Oh my god, ik wil net naar de home afdeling gaan. Oh, ik heb deze dus de vorige keer al gehad. Die is zo lekker. Maar er zijn echt heel veel nieuwe. Van Raiden. Dat is echt zo'n leuk merk, Raiden. Oh. Thanksgiving feast. Pumpkin pie. Pumpkin spice. Schattig. Oeh, en ik zie hier ook al allemaal dingen. Oh, dit is volgens mij een kaars. Ja, die wil ik. Oh mijn god, die kun je daarna ook gewoon bewaren om voor een potje of zo. Maar deze ziet er toch leuk uit? Even kijken, die is 11 euro. Ik weet niet eens hoe de geur is. Even de geur ruiken. Oh, ja. White pumpkin. Oh, heel lekker. Die gaat mee. Ik ga er echt zo goed op dat ze hier dus Raiden hebben. Dat is echt een geweldig merkje. Deze ziet er echt super leuk uit. Toasted marshmallow, maar die ruikt niet zo lekker. En deze pumpkin patch is ook mega lekker. Ik zie hier nog een echte Halloween kaars. Wat drie lonken. Wow, hij is ook heel zwaar. Het is net zo'n Starbucks beker. Echt mega groot. Dan zie ik hier allemaal Raiden kaarsen voor Halloween. Ik wil ze allemaal. Maakt me niet uit wat de geur is. Dit is toch ook gewoon leuk om als potje te bewaren als die op is gebrand. Zo leuk allemaal. Deze is ook leuk. Ik ga dus nog een Halloween feest geven. Dan is dit op zich best grappig. Als schaal. Om chips in te doen of zo. Hier nog wat pompoenen. Oh, deze is ook leuk. Oh, een gouden. Oh, dit is op een kandelaar. Wat zie ik daar? Ook leuk. Is niet heel mooi afgewerkt. Deze is ook leuk. Dit is een marmer pompoen. En daar kun je een kaarsje in doen. Deze vind ik ook leuk. Dit is zo'n velvet stofje. En dan in een beige. Maar hij is een beetje vies al. Dus dat vind ik een beetje jammer. Hier nog een oranje. Hier die is zo cute. En hier zie ik dus nog wat borden. Wat zijn dit? Decoratie. Dit is op zich wel handig. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oké, hier hebben ze dus ook echt prachtige potjes en dingen voor je badkamer, vind ik. Maar deze, daar valt mijn oog op. Kijk hoe mooi, om watjes in te bewaren ofzo. 17 euro. Heel mooi, wel wat prijzig, maar hele mooie. Eens even kijken wat er nog meer is. Dit is ook heel mooi, voor je make-up ofzo. Heel lekker zacht. De mannen hier zijn ook echt altijd heel mooi. En heel veel, zoals je kan zien. Heel veel keus. Ik vind die ook heel mooi. Dat is 20 euro.
deze is pas groot. Dan heb je er gewoon... Oh nee, het zijn 3 verschillende maten. Wel echt super mooi. Hier heb ik vorig jaar deze gekocht voor Sander voor kerst. Die kost 10 euro. En dat is dus een Harry Potter puzzel. Vorig jaar lag hier een boek van Dracula. En nu denk je waarschijnlijk, waarom wil je dat? Maar ik wilde die heel erg graag eigenlijk lezen voor een Halloween. Helemaal om in de mood te komen. Maar zoals ik zeg, eigenlijk moet je als je iets ziet gelijk meenemen, want ze hebben hem niet meer. Misschien komt er nog zoiets terug, maar ik vind het echt heel leuk om zo'n boek te lezen tijdens Halloween. Maar helaas ligt hij er niet meer, dus dat is wel heel jammer. Oeh, ik zie nog veel meer kaarsen. Nog meer Ray Dunn. Ja, Floor. Welcome to heaven again. Oh, heerlijk. Hier hebben ze ook gewoon Yankee Candle. En normaal kost hij 33 en hier 18. White chocolate latte. Oeh, dat klinkt allemaal zo lekker. Candy corn latte. Spiced pumpkin. Zo, deze is groot. Heel groot. Dit lijkt ook wel een beetje op een pompoen. Oh. Harvest Spiced Cider. Deze scent en volkaarsen zijn trouwens altijd zo prachtig. Luister naar deze. Chocolate Pumpkin Sea Salt. Oh. Maple Pumpkin Spice. Hoe duur is die? 4,50. Oh, het is echt zo herfst. Echt. Ach, heerlijk. Dan zijn we nu bij de kussens. En deze is echt mega zacht. Heerlijk. Ze hebben hier ook altijd echt vet leuke dekentjes. Die is toch leuk? Ook een hele leuke kleur. Gewoon nude. Het is echt niet normaal zacht. Schattig. Ik zie hier volgens mij kerst. Tekentjes. Nee, dit niet, maar dit wel. Hier weer wat Halloween dingen. Hoe grappig is deze? Voor de deur. Die kost 10 euro. Wow, deze kaarsen zijn zo vet gemaakt. Kijk al die details. Het is echt niet normaal. Wel heel gaaf. Ik hou zelf niet echt van de spooky spooky dingen. Zoals dit. Dat is niet mijn ding. Maar dit vind ik op zich nog wel grappig. Deze is best leuk. Als je bakt, dan doe je hier heel vaak je baklepel op. Zodat je aanrecht niet vies wordt. Dan is deze best leuk voor Halloween. Oh, dit is echt heel schattig voor Halloween of iets voor je huisdieren. Zo schattig. Als ze hier een konijnenversje van hadden, dan had ik die denk ik wel gehaald. Hier heb je bijvoorbeeld wel voor een kat. Is toch leuk. Mijn kussens. Wat is dit? Geen idee. Iets voor een speeltje. Hier kom zie ik deze gieter en ik vind hem echt nog steeds zo mooi. Ja.
my god, hou me tegen. Allemaal mokken. Herfst, nou ja, vooral Halloween mokken. Ik vind deze heel leuk. Gewoon rustig, maar toch een touch of Halloween. Dit is ook allemaal wel grappig hoor. Vooral als je ja, van dieren op mokken houdt. Dan is het wel echt heel leuk voor Halloween. Deze vind ik ook wel geinig. Vooral deze. Die is echt niet normaal groot. Oh, hoe lekker om hier chocolademelk uit te drinken. Zelfs schorten. Ik heb het gevoel dat het echt elk jaar steeds weer wat meer wordt. Oh, ik vind het allemaal zo leuk. Hier om te bakken. Hier pompoen om te bakken. In Engeland zag ik dat ze bij de TK Maxx echt heel veel koffiesiropen hebben met pumpkin smaak. Ja, je ziet het al. Ik ben helemaal op zoek naar alles van herfst. Maar daar hou ik gewoon van. Hier hadden ze trouwens toen ook van die pompoenen. Pasta, dat is echt amazing. Wat zijn dit? Beertjes. Oh, ja, kijk. Dit lijkt op pompoenen althans. Dit is echt leuk. €3,80. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I doorheen. Laatste gangpad. Hier staan nog wat sale dingen, dus dat is altijd leuk om even tussen te kijken. En we zijn terug van de TK Maxx. Oh, echt. Ik hou van de TK Maxx. Als jij dus dit jaar een Halloween feest gaat geven of gewoon houdt van Halloween decor en herfstdeco, dan moet je echt naar de TK Maxx. Dus ik zou zeggen, zoek een TK Maxx bij jou in de buurt en ga erheen, want het is echt een ontspannen, fijn uitje. En ruik vooral even de kaarsen. Dus bedankt voor het kijken en doe even een duimpje omhoog als jij zin hebt in de komende herfst- en Halloween content. Can't wait. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, dat is geheel gratis. En zo blijf je dus op de hoogte van al deze komende video's die er aankomen. Dus bedankt voor het kijken en er komt dus trouwens nog een aparte shoplog online van de TK Maxx. Maar dat ga ik in een aparte video filmen, want ik heb veel gehaald.